Hey, ben je drok? Ja! Wat leuk! Hartstikke door bij je! Wat leuk man! Ja! Hoe is de maatje? Ja, piepte voor op elkaar. Oh. Wat gebeurt hier al alle dagen hier? Ja, dat moet ik beginnen. Dat heb ik nog. Ja, ik mag graag beter wijzen, mooi metaal en sleutelier. Ja. Nou, neem maar op. Ja. Ik vind van alles goed. Mooi. Ja. Dus je ziet al je projecten van diezelf. Ja. Ja. En dit is puur hobbymatig, was dat? Hobbymatig, ja. 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 En daar ben je ook met auto's bezig beneden. En wat voor auto's ben je dan vooral mee aan het sleutelen? Nou is die GMC. En dat is? Want ik ben een vrouw GMC, en ik ben een Ja, we hebben wel meer hier net. Maar helemaal niks. GMC is een dochter van Chevrolet. Ah. En waar was dan heen naar de bus? Ik wil eigenlijk zien dat ik naar Scandinavië ken. Oh. Dat ik daar gewoon 14 dagen om toer. Fantastisch. En daar wordt dus om sleepen blauw en naar de meetings te gaan. Ja. En als die straks clear is, dan gaat El Camino komt er gewoon. Ja. Als ik mijn Chevrolet. Ja. Het is eigenlijk een heel Chevrolet hok hier. Ja. Daar heb ik Chevy Shopper Place. Ja. Garage. Ja, daar komt de naam dus. Ja. Ja. Een jongen gewoon, wie ik al fan van Chevrolet El Camino. Ja. Dat had er altijd al in zit. Ja. Wie ik 18 heb ik mijn eerste Chevrolet gekocht. En die had toen heel dit bij mijn ouders afgehuurd. Ja. Nou, ik weet dit ding wie ik kats verrat. En ik denk, wat moet ik nou? Ja. Dus ziek. En ik in Wanderooi, in Ophelle, die weer beter. Mm-hmm. Die jonge auto. En waar is dit geleerd al dit werk? Want het is best wel technisch werk, lijkt het mij. Leerd, ja, ik leer. Ik heb we begonnen al bij mijn hart in het hok. Oké, als Lietse Jonkje. Lietse Jonkje, mooi sleutelje. Ja. Mijn hart helpt zelf met hak opbouwen. En die wie ik van de Chevrolet? Nee, de motors. Motors. En we gingen wel vaak even naar Amerikaanse middenstaat. Ja. Daar heeft de zin naar Amerikaanse auto. Ja. De V8 geroffel en alles. En dan zit de motor er ook nog bij. Ja. Harley Davidson vind ik hartstikke mooi. Toen ben ik naar school gegaan. Ja. Toen kwam ik dan meer de motorportuigtechniek in. En daar heb ik al denk ik, wat extra geleerd. Ja. Die ik nog niet wist. Nee. Nou ja, dan kunnen we steeds verder. Hey, en dit is wat ontsmetten van de hand voor de corona? Ja. Oké. Gisteren goed skimboard. Op binnen van de rouw, ik zeg. Dan ben ik binnen de film weer. Ja. Nou, bij die GMC? Ja. Was het Dit is GMC 4400. Ja. Ja. En je bent de Rutten dus uit nou? Ja, dan heb ik de Rutten helemaal uitgehaald. Dan heb ik naar je zitplaat. Ik ga nou een bus kocht. Ja. En dan heb ik de plaat uitgehaald. En dan komen deze raampjes nou al je wat in. Ja. En dat is. En dat die dan een bus echt puur voor de onderdeel? Ja, ja. Ja, ja maar die weer slechter ontstaan dan deze bus. Oh ja. Ja. Dat klinkt niet om de euro. Nou ja, het was nog gewoon een spul dat je wilt krijgen. Okay. Ja, het nieuwe spul dat is op zich wel te betalen. Ja. Ja, het is hetzelfde maar elke minuut, daar hebben we een woordstuk minder van. Ja. Maar de GMC's en de Chevy, dat is hetzelfde en dat is natuurlijk een af van krijgen. Ja. In mijn dag heb ik een blokje omweg met de bus. Ja. En dan heb ik meer een beetje pensioen op een drempel die wat heger weer dan ik dacht. Dus op een gegeven moment zie ik een dikke ooi op de voorbaan. Oh jee. Dus toen heb ik jou naar je bandjes geregeld. Ja. En die Alcamino beschiet je dan onder deze bus? Ja. Ja. En dat is het volgende. Ja. Eerst deze kleur. Eerst deze kleur. Dan de oren. Ja. Nou ja, zo gaan we door. Mooi hobby man. Ja. Hier zit ik een heel gevaarte. Ja. Wat is dit? Dit is Blackberry. Blackberry? Ja. Maar helemaal ken het? Want het is een. Dit is een compressor. Het was een compressor. Ja. En dan kan je straks onderdeel maar stralen. Ah. En oh ja, dat is in die bak geweest door die hand ontsmetten worden. Oh. daar kan je straks mooi volledig maar stralen. Ik kan zelf straks zitten van ik spuit de bus zelf. Ja. We kijken gewoon een volledig druk van zienbaar. Wow. En dat houdt constant vol. Ja. En dan draai je 150 liter tank. Dus ik ging er nou voor gaat de lucht in. Wat voor hier komt zo uit? Deze komt in jongetje in 64. Zo. Ja. Waar heeft het op doet? Jelke van der Werf, die verhuurt aan die loods. Ja. En die jongen die komt weer uit. En die deed de keeps in. Ja. En toen heb ik hem gekocht. Kijk. En die jongens hebben me geholpen om hem hier te brengen, want het weegt net. Het weegt wat.
Ja. En dan lees ik, zie dat ik wat lezen? Ja. Tekeningen? Ja, want ja, dus Black Betty, dat moet er natuurlijk ook. Oh, tuurlijk, ja. Okay. 12 verschillende Black Betty's. En hier links en oor rechts. En hoe is dat erop? Dat doe ik mooi projector, zoek dat erop zetten. Ja. En dan komt er naast nog tekst, dus een mooie Black Betty. Kijk. Dus, ja, die gewoon zon om straks buttentel te zetten in hart. Ja, dat is wel een museumstuk haast op zich, hè? Ja. Kijk. Je ging jou even van die platen aan het plafond? Ja. Northside Custom Run? Ja. Wat is dat? De officieel is de Northside Custom Club. Ja. Dit is Amerikaanse Auto Meeting. De Custom Club is eigenlijk. Ja. En wat houdt zo'n meeting in? Hoe moet ik dat zien? Misschien zijn we alle oude. Nou, wat is dit? Dat ziet hij dan ik al hier. Ja. En dan zitten meestal mooie markeervensters in, attenties en het is natuurlijk zelf bouwen voor. Ja. Wat lekker fijn te drinken en zulke dingen. Ja, muziek erbij. Muziek erbij. Ja. Ja, en je moet letten, meestal natuurlijk ook gewoon zulke dingen. Ja. Dus ja, zelf. En hoe is zo'n club? Die grote familie. Ja. En hoe groot is die familie? Het is handig weten. En al je liefhebbers van alle auto's? Ja, ja. En maak je dan ook nog van bepaald merk? Nee, iets mij nemen of alles dat is mooi. Alles mooi. Als dat VW KI begrijpt, okay. Nemen we op. Ja. En customized, dan mooi voor de rug van. Ja, mooi. En qua hier doelgelet best. Ah. Ja. Dus ja, wel hele dingen. Ja. Leuk. En wat krijg je leuke reacties? Ja, en wat doorstaan als bestuurslid? Wat is het dan die taak of die rol? Opbouwen, nou, alles organiseren, dat, ja. Drank en vet, neem maar op, ja. Dat met al je regels worden. Ja. Maar gewoon een beetje onder het jouw daar aan bezig, ja. Voor de meeting aan het begin. Natuurlijk, ja. Dus hopen dat je weer naar je meeting. Ja, dat hoop ik wel. Naar je meeting. Dus, ik heb er voor. Ja.